Buurtbus in Elshout is hard op zoek naar vrijwilligers. Op dit moment zitten we er gewoon een beetje krap in, omdat er nogal wat mensen zijn afgevallen de laatste tijd. En verder, Waste Watchers houden Vughtse straten schoon. En Berlicum geniet van de kermis. Dit is het DTV Nieuws. Dag en welkom bij de allereerste nieuwsuitzending van DTV Ring Den Bosch. Voortaan krijgt u van ons elke werkdag het nieuws uit Vught, Sint-Michielsgestel en Heusden. Buurtbusvereniging Den Elshout is dringend op zoek naar 30 vrijwilligers. Momenteel nemen de huidige chauffeurs dubbele diensten op zich om de buurtbus te kunnen blijven rijden. Elke dag rijden lijn 233 en lijn 231 van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds door verschillende dorpen van de gemeente Heusden en Waalwijk. Onze buurtbusvereniging die bestaat al 20 jaar en we hebben momenteel 2 busjes die constant elke dag op en neer rijden van de Kromme Nol naar Rijen via Waalwijk. En daar hebben we nogal wat vrijwilligers voor nodig. Minimaal 30 eigenlijk, liever nog wat meer, want we hebben graag wat reserve voor het geval dat mensen ziek zijn of om vakantie gaan of wat dan ook. Momenteel zijn er 25 actieve rijders binnen de vereniging. Zo rijdt ook vrijwilliger Leen Krielaert als chauffeur. Hij merkt ook dat er een enorme krapte is. Ik doe dit nu 17 jaar, met liefde en plezier. Momenteel wel 2 keer in de week en dat is toch wel een beetje pittig. Gisteren gereden, vandaag weer gereden, nou net weer. En daarom tekort aan vrijwilligers. En dan kunnen we terugschakelen naar 1 keer in de week. En dat is toch wel voldoende eigenlijk. Uiteindelijk moet je wel die vrijwilligers hebben, want zonder vrijwilligers kunnen we die bus niet op de weg houden. Dat gaat niet. Maar we zingen het nu aardig uit hoor, want er zijn veel vrijwilligers momenteel die rijden meerdere diensten in de week. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. We hebben het liefst dat we elke chauffeur gewoon 1 dienst van 4 uren per week geven. Maar noodgedwongen, tekort aan chauffeurs, willen diverse chauffeurs graag ook extra rijden. En daarmee blijft de busje toch volledig in dienst. Het is volgens Musters van groot belang dat de buurtbus blijft rijden voor de inwoners. De buurtbussen in algemene zin die zijn vooral van belang voor de mensen in de kleine kernen. Want die grote kernen die hebben over het algemeen best een goede verbinding via de grote bussen, zal ik maar zeggen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Elshout, naar Oud-Heusden, Herbert bijvoorbeeld, ja, daar komen geen grote bussen. Althans niet in de kernen. En de mensen die daar op openbaar vervoer zijn aangewezen, die zijn dus ook aangewezen op deze buurtbus. Want als er die niet is, dan moeten ze of lopen of op de fiets. En dat willen ze ook niet allemaal. Krielaert zet zich al 17 jaar met hart en ziel in voor de buurtbus. Hij geniet van zijn werk als chauffeur. Sowieso al om met de passagiers om te gaan. Want je hebt jonge mensen, oudere mensen. En een praatje maken en je zit onder de mensen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Den Elshout. Berlicum stond afgelopen weekend in het teken van de kermis. Dit is een tijdje geleden, want dit is namelijk de eerste Berlicumse kermis na de coronapandemie. Het evenement op het Mercuriusplein bestaat uit 19 attracties, waaronder Time Trip en Breakdance. Op zondag was het 3-dubbel feest. Naast de kermis werd er namelijk ook een jaarmarkt en het Berengoedfestival gehouden. Wie nog een bezoekje wil brengen aan de kermis, kan dat doen tot dinsdag middernacht. In Heusden vond zondag het jaarlijkse Ruitersfestijn plaats. Vorig jaar werd het evenement afgelast door het slechte weer, maar deze keer had de ruitersportvereniging Heusden het een stuk beter getroffen. Heel de dag stond in het teken van dressuur- en springwedstrijden die speciaal worden gehouden voor paardensporters uit Heusden. Daarnaast mochten deelnemers ook meedoen met bixieproeven, een ponyspel en stoelendans. Wat ooit begon als een bezigheid tijdens de coronapandemie is inmiddels uitgegroeid tot een waar burgerinitiatief van opruimers. Voor World Cleanup Day gingen de zogeheten Waste Watchers op pad om de straten van Vught schoon te prikken. Ja, misschien kan ik nog beter wel mijn handen pakken, want het is zo groot. Ja. Even zo. Hij schoot eruit. Ja, ik heb hem. Gewapend met een prikker en een plastic zak gaan de Waste Watchers regelmatig op pad om Vught op te ruimen.
was zelf al aan het prikken. Er kwam iemand tegen die zei, goh, leuk dat je dat doet. Ik wil eigenlijk wel meedoen. Ik zei, nou, doen we het samen. En dan kom je mensen tegen op straat en die zeggen, oh, wat leuk dat jullie dat doen. Mag ik ook meedoen? En nou, toen hadden we denk ik al heel snel een clubje van een man of 5. Ja, toen is het eigenlijk gaan rollen. Binnen een half jaar hadden we denk ik een man of 20. Zoveel rotzooi dat ik het wel fijn vind als dat toch door iemand opgeruimd wordt. Tijdens hun priktochten komen de Waste Watchers echt van alles tegen. We hebben ooit wel eens een keer een geldkistje gevonden met waardevolle papieren erin. We hebben een keer bonnetjes gevonden die bij een inbraak buiten zijn gemaakt. Helaas niet meer de bijbehorende sieraden, maar soms kom je ook rare dingen tegen. Voorheen waren er natuurlijk heel veel blikjes en flesjes en dat is echt minder geworden. We zien nog wel heel veel sigarettenpakjes en ook het plastic ervan, dus het ligt dan meestal los. Snoeppapiertjes, heel veel snoeppapiertjes en lege kartondrinkjes nog wel en toch ook nog wel wat flesjes waar dan geen statiegeld op staat. De Waste Watchers prikken door heel Vught. We bepalen inderdaad van waar zullen we gaan prikken en dan zegt iemand, oh, ik heb gezien dat daar heel vies is. En dan kijken we en als we weten, nou, nu doen we de Laagstraat, dus volgende week doen we misschien bij het Molijnplein. Of ja, wel een beetje afwisselend, dat proberen we ook wel. Je hebt sowieso veel plekken waar het regelmatig, ja, waar regelmatig heel veel ligt. Dus hier langs deze weg bijvoorbeeld, dit is de Laagstraat. Dat is een doorgaande route voor fietsers en auto's, dus daar ligt veel. N65 is altijd raak, het Molenplein. Zo heb je allemaal dingen waarvan je gewoon weet van nou, daar is het altijd zinvol. Het prikken gebeurt vaak heel spontaan. Naast het schoonhouden van het dorp is het voor de prikkers namelijk een sociale bezigheid. We hebben een groepsapp en dan komt altijd wel iemand een keer van jongens, wie heeft er dan tijd? En dan melden zich een paar mensen en dan is het heel verschillend. Soms ben je met 6, 7 man en soms met z'n tweeën. Meestal drinken we of even koffie ervoor of even koffie daarna. Of we gaan even op het terras zitten. Dus zeker, zeker gezellig. Ja, het is echt wel dubbel. Ja, iets nuttigs en gezellig. En zo te zien was het ook deze keer weer een goede vangst. Het was maandag behoorlijk wisselvallig. Met bewolking, zon en hier en daar ook wat regen. Met 23 graden was het nog wel warm. Dinsdag is het wat koeler met ook een stevige wind. En vanaf donderdag moeten we weer rekening gaan houden met buien. Heeft u nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, zoals over een brief die korte tijd het gemeentehuis in Vlijmen op stelte zette, leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel!